Hallo mensen van DodoGames.nl en welkom bij een nieuwe episode van Community Craft. Dat was mijn beste intro dit jaar. En dat kan ook wel kloppen, want we zijn eigenlijk net begonnen met dit jaar. Allereerst, what the fuck, ik heb het niet helemaal afgesloten. Ik dacht dat ik het helemaal had afgesloten, maar blijkbaar niet. Nee, maar even serieus. Allereerst wil ik zeggen dat jullie ontzettend fucking vet zijn. Ik had in de vorige episode had ik gevraagd of mensen die... Of nee, ik had niet eens gevraagd. Ik had gezegd dat er heel veel mensen waren die niet commenten op een video. Wat op zich begrijpelijk is, aangezien ik dat zelf ook voor een tijd had. Maar dat al die mensen, of tenminste heel veel mensen daarvan, hebben gewoon een comment achtergelaten. En gewoon even gezegd... Hey, ik vind het heel leuk wat je doet. En ja, ik kijk je al lang, of weet ik veel, ik like wel altijd. Dat soort dingen. Ik vond het echt super vet om te lezen. Dat jullie gewoon, ja, blijkbaar dus toch zo betrokken zijn. En het niet altijd laten horen. Dus dan weet ik gewoon dat het niet alleen het, bij wijze van spreken, het aantal likes is van mensen die het echt leuk vinden. Maar dat het er ook nog extra zijn. En dat is wel echt heel gaaf om te lezen. Vandaar ook dat ik gisteren even op Omegle ben gegaan. Via mijn Twitter, @DodoGamesOnline. Om gewoon even jullie in persoon te ontmoeten. Tenminste, ja, niet echt ontmoeten natuurlijk. Maar wel even te spreken. En dat was ook heel gaaf. Om gewoon jullie ja, echt te spreken. En ook een gezicht erbij te zien. Want dat zie je niet altijd. Maar blijkbaar sprak het... Man, ik heb zo'n droge keel. Ik neem even een slokje water. Ja. Uh-oh. Ik hoor een zombie. In ieder geval, blijkbaar sprak het idee van een beetje... Auw! Wat de... Oh my god, niet met potatoes slaan. Blijkbaar sprak het idee van verhaaltjes vertellen wel aan. Tenminste, verhaaltjes vertellen. Gewoon een beetje slap lullen. Dat is eigenlijk wat ik altijd in mijn episodes doe, maar oké. Ik zie de zombie al aankomen, dus ik pak mijn sword en ik vermoord hem. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik heb eigenlijk, zoals ik al eerder zei, ik heb elke comment gelezen. En dan krijg je heel veel comments van... Lees je deze comment? Ja, die comment lees ik ook. Dus die, bij deze... Zou ik daar dus ook antwoord op geven? Ja, ik lees je comment met... Lees je deze comment? In ieder geval, er waren heel veel dingen die jullie graag wilden weten. Auw. Auw. Wat zijn er freaking veel zombies, bro. Is no bueno. Today ook. It's not cool. Maar in ieder geval... dus jullie vonden dat leuk. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Dus ik ben zo net een beetje gaan kijken door de comments wat jullie precies wilden horen. Of wat jullie wilden weten of waar ik over moest gaan praten. En eentje die best wel vaak gevraagd werd was of ik kon vertellen over mijn YouTube ervaring. Hoe dat eigenlijk allemaal is gekomen. Waarom YouTube ik en waar ben ik begonnen en hoe ben ik begonnen. Dus dat zal ik je uitleggen. Want dit is eigenlijk een verhaal wat ik nog nooit heb verteld. Misschien wel een keer op de DDG-party, maar daar waren jullie... Tenminste, ik denk het niet. Misschien ook wel. Oh shit. Waren sommigen van jullie erbij. Maar dat begon eigenlijk heel veel jaren geleden. En als ik... Ja, godsamme. Ik word echt helemaal neergehakt hier. Dat begon best wel wat jaren geleden. Namelijk in 2007. Voor de mensen die het niet weten, we zitten nu in 2014. Maar in 2007 startte ik mijn eerste YouTube-account. Toen was ik... Nou, even kijken. Het is nu 2014, 2007. Dat is 7 jaar geleden. Dus toen was ik 13. Vanaf mijn 13e begon ik met kijken van YouTube. En ik word ondertussen weer neergeschoten. Ik kan ook gewoon niet rustig een verhaal vertellen. Godsamme. Sorry jongens. Ik word af en toe zo boos op skeletons. In ieder geval, ja, toen was ik dus 13 en begon ik eigenlijk met YouTube te kijken. En toenertijd was het voornamelijk Smosh, die je misschien wel kent, die hele leuke parodieën maakte. En ja, toenertijd vond ik dat soort humor ook eigenlijk best wel leuk. Nog steeds zijn er trouwens hele getalenteerde YouTubers, dat wil ik niet weghalen. Maar toen was het eigenlijk vlogs, had je toen. Je had Smosh, die deed van die sketches, je had... nou ja, noem maar wat, Shane Dawson, die deed veel sketches, vond ik toenertijd ook wel leuk. En ja, dat heb ik heel veel jaren gedaan. Ik ben toen ook naar dagelijkse vloggers gaan kijken, zoals CTFXC. En ik kijk heel even op welk niveau. Ik ben 16, ik moet lager. Gaat dit lager? Nope. Dus ja, dat was echt een periode van mijn leven dat ik dat heel veel keek. En ook elke ochtend fietste ik met mijn vrienden naar school en hadden we het altijd over wat er die vorige dag op YouTube was gebeurd. En dat was echt ontzettend gaaf. Tot op een gegeven moment die beste vriend van mij van school afging. En dat was dus al een paar jaar later. En daardoor had ik dus elke ochtend dat we niet konden lullen over wat we die dag hadden gezien. Dus dat maakte het eigenlijk wel ja, een beetje saai om die bepaalde dingen te kijken. Want die vlogs waren toch meestal echt gespreksonderwerpen, omdat ze meestal iets deden wat heel raar was. In tegenstelling tot gamevideo's, wat meestal wat... Ja, dat zijn langere sessies zoals dit. Weet ik veel, meestal 15 minuten of zo. En daar kan je niet echt over lullen. Je kan niet zeggen van, hey, zag je Wouter laatst Baby Diamond redden uit de lava? Het kan wel, maar het is... het gebeurt wat minder. En op welk niveau zit het nu? Op 11. Oké. Okay. Op 11. Dus dan zouden hier ergens diamonds moeten zitten. In ieder geval. Dus ja, toen veranderde dat een beetje. En toen ben ik dus ook wat meer andere YouTubers gaan kijken. En dat was dus ook al wat recenter toen eigenlijk PewDiePie een beetje begon. Want die volgde ik ook al redelijk vroeg. Nou ja, redelijk vroeg. Het was, volgens mij had hij iets van 200.000 abonnees of zo. Dus ik was er redelijk op tijd bij en ik ben dat eigenlijk gaan kijken. En ik vond het ontzettend lachen hoe hij... Ja, ik ben altijd iemand geweest die heel competitief speelde. Als ik World of Warcraft speelde, wat ik voor 5 jaar heb gespeeld, dan wilde ik echt goed zijn in WoW. En dan wilde ik gewoon alleen maar PvP'en de hele dag door. En ik had nooit echt iets van, hey, ik neem even de tijd om gewoon puur lol te hebben. Hetzelfde bij League of Legends. Daar speelde ik ook echt alleen maar heel hard om de beste te worden. Tenminste, de beste natuurlijk niet, maar in ieder geval goed. Dus ja, dat was toen een beetje veranderd met de komst van PewDiePie. Die liet zien dat het ook met die video's veel meer om de persoon ging dan werkelijk de game. Maar ja, dat is een beetje mijn YouTube kijken. Dus toen ben ik eigenlijk gamevideo's gaan kijken en ben ik dat gaan volgen. Ik heb natuurlijk ook nog het begin van Dagelijks AD gezien. Echt gewoon het begin. Dus ja, dat was op zich wel lach allemaal. Ik ga even kijken of ik toevallig nog stokjes heb. Nee, wauw Wouter. Well prepared. Je hebt gewoon geen fakkels meer. Wat gaan we doen? Nou ja, als we toch aan het lullen zijn, kan ik die net zo goed ophalen en de volgende keer met wat meer gear hierheen gaan. Ik heb in ieder geval alles gehakt, dus dat gaat straks makkelijker. Dus dat ben ik eigenlijk gaan kijken. En ik was trouwens vergeten om te melden dat ik eigenlijk sinds ik 13 was, wilde ik al YouTube kijken, of YouTube maken, YouTube vlog dingen maken. Puur omdat ik het gewoon heel leuk vond om te editen. Want toen op mijn 13e was ik ook al begonnen met editen. Dus de verkeerde kant. Dus ik had zoiets van, ja, als ik toch kan editen, waarom dan gewoon niet leuke YouTube video's maken? Nou, toenertijd was het altijd een beetje een barrière van dingen vooruitschuiven. Weet je wel, van ja, ik doe het wanneer ik een goede microfoon heb. Ja, ik doe het wanneer ik een goede camera heb. En in die end, ik was 13, dus ja, ik had niet echt geld of zo om dat soort dingen te doen. Dus daardoor, god, waar de fuck moet ik heen? Nou man, doe even normaal. Ik kwam toch daar vandaan? Volgens mij kwam ik hier vandaan hoor, jongens. Oh, misschien deze kant. Nee, niet deze kant. Maar het was dus altijd een beetje uitschuiven. En ik dacht toch van, ja, weet je, je hebt sowieso niet echt Nederlands dingen. Dus je zou het sowieso in het Engels moeten doen. Dus ja, nee, dat wordt hem niet. En dat is eigenlijk heel veel jaren doorgegaan. En ik moet even wat eten. Oh my god, ik ben echt zo slecht voorbereid op mijn hele ervaring. Ik las al in de comments van, ja, je moet wel stokjes meenemen en dit en dat. Ik vond, tuurlijk heb ik die bij me, tuurlijk. Maar blijkbaar niet. Dus ja, dat was er toen eigenlijk nooit van gekomen. En ja, dat heb ik altijd jammer gevonden. En dat is ook iets wat ik vroeger sowieso anders had gedaan. Omdat ik heel laat ben ingestapt bij YouTube. Ah, hier is het. Toch? Ja, hier is het. Nice. Dus ik vond het wel heel jammer dat ik zo laat ben begonnen. Want ja, ook toen ik naar de universiteit ging, toen was het altijd van, ja, ik ben zo... Tenminste, ja, ik ben zo druk bezig met competitief gamen eigenlijk. Dat ik nooit over na had gedacht toen om gamevideo's te maken. Ik dacht wel, het is wel cool. Maar ja, ik zou niet weten in wat voor jasje ik het zou moeten doen eigenlijk. Nou, op een gegeven moment, toen ik vorig jaar, ja 2013, dus vorig jaar, praktisch dit jaar, ging ik dus studeren in Rome. Daar heb ik voor een jaar gestudeerd, voor een minor, zeg maar. Ik doe de studie economie en business economie. Maar daar was het speciaal gefocust op de business. Dus dan ga je daar voor een jaar heen en dan krijg je allemaal speciale vakken en zo. Dus ik heb voor een jaar in Rome gewoond. En ja, als je op jezelf woont, dan kom je toch wel veel dingen over jezelf ja, te leren eigenlijk. Je gaat wat meer zelfreflectie doen, zeker als je... ja, je gaat toch echt in je eentje naar zo'n land. En je, ja, het is zo van, oké, zoek maar ergens een huisje. Dus je gaat zelf, nou, niet een huisje, een kamer. En ja, dan ga je toch wel heel vaak denken. Want ja, je bent alleen, of tenminste, meest, vaak. Ik had natuurlijk wel andere studenten die ook... ja, met wie ik uitging en met wie ik natuurlijk naar school ging en zo. Maar er was ook heel veel tijd dat je alleen was. Dus dan ga je ook denken. En dacht ik van, ja, het is zo zonde dat ik dat eigenlijk nooit heb doorgezet. Want ja, ik was van mening dat ik het denk ik wel zou kunnen. En dat ik het ook heel leuk zou vinden. Want ik vind video-editing vind ik leuk. Nou, ik vond het ook altijd leuk om weet ik veel gek te doen, te acteren. Dus ja, het was eigenlijk wel raar dat ik het gewoon niet had doorgezet. Dus toen halverwege Italië, dat was ongeveer in maart vorig jaar. Toen had ik zoiets van, fuck it, ik ga gewoon beginnen. Ik doe het gewoon, weet je. Het maakt mij niet uit. Zeg maar qua... Ik moet nu heel veel denken hoor jongens. En denken en praten, dat gaat bij mij nooit samen. Dat weten jullie ook van de League of Legends livestreams. Maar, oh man, waar heb ik hout? I need wood! Nou, hier is iets, maar ik heb meer nodig. Hey, wacht even, zag je hout? Ja, oh nice. Deze. En, nou, op zich zal het wel... Nee, oké, weet je wat? Ik ga niet nog een keer dezelfde fout maken als eerst, net zoals met YouTube. Ik doe het gewoon meteen. Ik pak gewoon 2 hout. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik maak een kanaal. Ik zat er ook een tijdje mee dat ik het niet chill vond dat eventueel mensen me zouden herkennen. Ook als je, zeg maar... ja, ik weet niet, gewoon dat je met je gezicht op het internet staat is natuurlijk wel een raar idee. En nu gaan we eten zoeken trouwens. Oh, we hebben genoeg eten. Nice. Dus dat had me ook voor een tijdje tegengehouden. Dus toen in maart dacht ik van, nou, weet je wat, ik doe het gewoon. Ik maak gewoon een YouTube-account. Dus toen kwam DodoGames.nl. Werd toen voor het eerst gemaakt. En toen had ik iets van, nou ja, YOLO, ik ga gewoon mijn eerste video maken. Nou, ik had toen het geluk dat ik wel de Nederlandse community ook volgde. Want daar moet ik nog even op terugkomen. Ik wilde het origineel in het Engels doen, omdat ik ook mijn studie in het Engels had gedaan. En dus mijn middelbare school en ook mijn universiteit heb ik allebei in het Engels gedaan. Waardoor het eigenlijk wel logisch was dat ik ook in het Engels zou opnemen. Want ja, mijn Nederlands, als je zoveel jaren Engels spreekt, gaat je Nederlands natuurlijk ook achteruit. Dus dat was nog even een gedachte. Dus van, zou ik het in het Engels of in het Nederlands doen? Want vroeger was de Nederlandse community niet groot, maar die groeit natuurlijk ontzettend. En dat zag je ook aan alle kanalen binnen Nederland. We laten dit ondertussen even smelten. Dan kunnen we daar straks tools van maken. Dus toen had ik uiteindelijk toch maar besloten om Nederlands te doen. En kwam ik... ja, raakte ik ook een beetje geïnteresseerd in de Nederlandse community. Ben ik video's gaan kijken. Kwam ik erachter dat er zoiets was als The Kingdom. Nou, ik vond Minecraft op zich wel lachen. Dus dacht ik van, nou, misschien is het wel leuk om daar mee te doen. Dus daar begon het ook mee dat ik... ja, in The Kingdom was gekomen. En ik gooi deze iron pickaxe weg. Of ik maak hem even kapot of zo. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ik gooi hem wel gewoon in deze chest. YOLO. Dan doen we botjes weg. En dan doen we de gold doen we hierin. Dus ja, ik had zoiets van, nou, laat ik dat gewoon doen. Dan heb ik in ieder geval een vriendengroepje. Het was altijd wel heel gezellig in The Kingdom. In Varian, toen der tijd, of Jord. Dus toen dacht ik, nou, ik heb net al 10.000 keer toen dacht ik gezegd. Maar, ik verzin er straks wel iets anders voor. In ieder geval, toen ben ik video's gaan maken. En je zal aan mijn eerste video's op dit kanaal zien, of dit weet ik veel, waarvoor je wil wijzen, is dat het eigenlijk allemaal zonder spraak was en zonder mijn gezicht. Want ik had zoiets van, nou, ik kijk eerst hoe het aanslaat en mocht het niet aanslaan, dan heb je in ieder geval... Ja, dan sta je niet op het internet, weet je wel. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Nou, dus na 5 video's of zo dacht ik... Whatever, ik ga gewoon ik ga er gewoon voor, weet je. Ik ga gewoon YouTube doen. En toen ben ik dus ook met facecam gaan opnemen. Want ik vond dat wel een belangrijk iets. Ik vind het belangrijk dat de kijkers kunnen connecten aan wie achter de game zit. Omdat ik dat zelf juist zo leuk vond bij mensen zoals PewDiePie en zo. Dat je echt de personages ziet. Dus dat ben ik toen gaan doen. Alleen er bleek één probleem te zijn in Italië. Namelijk dat mijn internet ontzettend slecht is. En als ik het heb over slecht, dan bedoel ik echt, echt slecht. En ja, zo slecht tot op het moment dat je gewoon voor één video van ongeveer 3 minuten moest ik 9 tot 10 uur uploaden. 9 tot 10 uur, dat is absurd. Ik ga nu trouwens weer terug naar de mine. Maar dat was echt absurd lang. Hier thuis gebeurt het in, weet ik veel, 5 minuten of zo. Of 10 minuten misschien, als ik een Community Craft doe. Maar daar was het echt niet normaal lang. Dus dat was zo'n ontzettend, ja, blok, zeg maar. En daardoor kon ik ook nooit bijvoorbeeld iets zoals Community Craft opnemen. Omdat dat gewoon letterlijk 2 tot 3 dagen zou duren voordat die geüpload was. Dus wat ik toen ben gaan doen, voor elke video die ik maakte, zette ik de video op een USB. Ging ik naar de universiteit in het stadscentrum, zeg maar, ook wanneer ik geen les had. Ging ik daarheen. Ben ik hem daar gaan uploaden op het netwerk van de universiteit. En ja, ben ik hem, hoe heet het nou? Ben ik dat dus elke keer zo gaan doen. Elke keer als ik een video uploadde, zet ik hem op een stickje, ging ik naar de universiteit, upload ik hem daar en was dat het, zeg maar. Dus dat was ontzettend vermoeiend, want na zo'n render, ik had daar ook echt een slome computer, dus zo'n render duurde ook al een paar uur. Moest ik dus ook nog reizen en die video uploaden. Maar dat kwam op zich wel overeen met het feit, met mijn slogan destijds, just do it, weet je wel, doe het gewoon. Niet zeuren, gewoon als je iets wil, dan moet je ervoor gaan. En dat ben ik dus ook daar echt gaan doen. En ja, toen begon het een beetje. Toen begon, ja, mensen begonnen te kijken, mensen begonnen comments achter te laten, ik kreeg likes. En ja, die likes die helpen natuurlijk ontzettend erg met het groeien van je kanaal. Tot op een gegeven moment dat ik in een livestream van David zat te kijken. En die zei, ja, ik zoek, ik wil mijn audience, mijn publiek wil ik kennis laten maken met League of Legends. Toen dacht ik van, hey, League of Legends, dat spel ken ik, dat kan ik wel. En daar zou ik ook wel graag video's over willen maken. Dus toen zei ik tegen David, en kijk even waar we zijn op nummertje 28. Volgens mij moest ik hier nog verder naar beneden, of niet? Maar waar ging ik altijd heen? Of ging ik hier naar links? Ik weet het echt niet meer, jongens. Oh my god, my liebe god! Ik ben echt aan het falen. In ieder geval, ik zei dus tegen Davids van, ja, dat kan ik wel. Zit ik misschien wel in de goede mine? Freak League. Is deze kant op? Oh my god. Ik heb echt geen idee of ik toch goed... Nee, oké, dit is allemaal, allemaal fout. Hier moeten we straks wat op vinden. In ieder geval, dus ja, ik zei tegen David van, nou, ik kan dat best doen. Als je geïnteresseerd bent in iemand die een diamond speler is en die video's kan maken daarover, dan moet je dat maar laten weten. En zei hij van, nou, stuur even een berichtje via Twitter, dan neem ik na de livestream contact met je op. Want ik zei dat tijdens een livestream. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik had hem een berichtje gestuurd. Ik heb trouwens het gevoel dat ik hier ergens... Ja, precies. Ik ben gewoon linksaf gegaan terwijl ik verder naar beneden kom. Fucking dom. Ik sloeg nu best wel hard op mijn neus. Maar ja, dat was dus eigenlijk hoe dat allemaal begon. Ik had gewoon... Ik denk dat het heel belangrijk is als je wilt samenwerken met een YouTuber, dat je heel duidelijk bent met wat je kan en wat ook interessant voor hun is. Want ze krijgen natuurlijk, net zoals ik nu, krijg je gewoon echt honderden berichten. Eventueel per dag van mensen die zeggen, ja, hey, kan ik... ik wil best op je Community Craft. Want ik kan goed... ja, brewery. Ik kan goed een brouwerij maken. Nou, dat is op zich niet heel interessant voor zo iemand. En omdat je zoveel berichten krijgt per dag, is dat gewoon heel lastig om bij te houden. Dus daar... Ik ben altijd heel erg gaan kijken van, nou, hoe zou het voor David zijn om mijn berichtje te ontvangen? Dus ja, toen had ik dat zo gestuurd. En... ben ik eigenlijk gaan uploaden op DDG. Wat ook wel een fun fact is, dat de eerste video die ik samen met David had opgenomen, dat was met League of Legends. Toen, even kijken waar we zitten op 15, dus we mogen nog iets lager. Toen ja, hadden we dat opgenomen en zeiden, nou cool, laten we het uploaden. Want het was eigenlijk een match die we samen speelden en ik gaf tips over wat ik aan het doen was. En toen had ik zoiets van, ja kijk, ten eerste, ik waardeer super erg dat je de tijd neemt om... om met mij deze video op te nemen en om mij deze kans te geven. Maar ik denk dat ik beter kan. Dat zei ik tegen hem. Dus toen, toen zei hij ook van, oké. Nou, ja, wat stel je dan voor? Ik zei van, nou, ik begrijp dat ik nu ja, jouw tijd een beetje heb... ja, hoe zeg je dat? Misbruikt. Misschien, nou niet misbruikt, maar verbruikt. Dus ik stel voor dat ik zelf gewoon iets in elkaar schets en dat ik dat naar jou opstuur en dan doe ik gewoon heel erg mijn best en dan kan jij kijken of je het goed vindt. Nou, dat was een goede oplossing. Hij zei van, nou, is goed, stuur maar op en dan kijken we wel naar. Dus zo was eigenlijk de eerste leer LOL gemaakt, leer League of Legends. Wat ook dus uitgezonden is op DDG, op dus David Games. En ja, zo is dat dus eigenlijk begonnen en van daaruit ben ik... ja, ook andere dingen genoemd. Want ik kwam erachter dat ik dus niet alleen leuk vond om League of Legends te spelen, wat heel competitief was. Maar dat ik het ook heel leuk vond om gewoon LOL-video's te maken. Als in niet LOL van League of Legends, maar dit soort dingen. Gewoon een beetje chillen. En waar het wat meer om ja, weet ik veel, het vermaken gaat. Of het connecten met je audience. Dan dat je werkelijk laat zien hoe goed je nou bent in een bepaald iets. Dus zo is dat eigenlijk allemaal ontstaan. En toen kwam ik terug in Nederland. Dat was in juni. Want dit was allemaal nog in Rome gebeurd. Hè? Toen kwam ik terug in Nederland in juni. En toen ben ik eigenlijk voornamelijk gaan livestreamen. Want ik had eindelijk goed internet. Dus ik kon nu ook livestreamen en video's uploaden. En dat allemaal. Dus toen in juni ben ik regelmatig gaan uploaden. En is eigenlijk vanaf toen Dodo begonnen met alles. Want dat is het uiteindelijk. Het is veel meer geworden dan alleen video's uploaden, wat ik in eerste instantie dacht. Ja, er zijn hele gave dingen uitgekomen, zoals de uitjes, dat we met het hele team van DDG naar Gamescom zijn geweest. Feestjes, DDG-feestjes bij mensen thuis, of ook DHD-feest ben ik ook heen geweest. Chillen, gewoon lekker gamen met z'n allen, ook al is het zonder recordings. Je hebt gewoon heel veel vrienden gemaakt. Of, en natuurlijk ook niet te vergeten, samen met David naar Zweden. Ja, dat is toch echt fantastisch. En ik ga trouwens niet 2 gangen doen, ik ga 1 gang even doen. Maar ja, dat was gewoon een hele fantastische ervaring. En nu begint het eigenlijk allemaal. Zo voelt het. Het is gewoon hard werken geweest. Tot het feit dat je dus echt gewoon serieus naar het centrum moest van Rome. Waar je niet 1, 2, 3 komt. En dat je daar je video's ging uploaden. En ja, je kreeg er 10 likes op. En 50 mensen keken ernaar. Maar dat was toen al... ja, gewoon het feit van vet, weet je. Cool dat al 10 mensen kijken. En ik had nooit gedacht dat zoveel mensen in zo'n snelle periode überhaupt... uiteindelijk naar dit kanaal of naar mij indirect zouden kijken. En ook ja, gewoon heel connect zouden worden. Want ook gisteren op Omegle ontdek je toch echt dat ja, de kijkers... iedereen, elke like of eigenlijk elke view is gewoon een persoon die kijkt. En ja, waarvan je hopelijk de dag wat mooier kan maken. Want... Voor mij is het, weet je, ik ken mezelf. Ik ben gewoon een gast, ik ga naar school, ik studeer in Utrecht. Ik ben gewoon iemand, maar heel veel mensen die zeggen ook echt zo van... ja, je maakt echt mijn dag met een video en dat is toch wel fantastisch. Want je probeert al mensen hun dagen te maken op andere manier. Misschien een keer te laten lachen als je bij ze thuis bent. Of te helpen een persoon op straat als je die tegenkomt. Gewoon heel simpel met iets helpen, de straat overhelpen of iets tillen als je ziet... dat iemand er moeite mee heeft. Maar hoe je... oh shit. Hoe je gewoon nu zo... ja, oh, kut. Niet met je handen praten, Wouter. Fuck. Ik praat met beide handen en dan word je altijd door creepers vermoord. In ieder geval, hoe je dus nu met 1 iets... video wat je ten eerste fantastisch vindt om te maken. En de responses en de likes en alles. Dat is gewoon fantastisch. Dat geven jullie aan mij. Maar het feit dat ik het aan jullie kan geven. Dat zo'n video af en toe... de eerste Community Craft door 30.000 mensen wordt bekeken. En ook al vonden 10 mensen het leuk. En kijken 10 mensen uit naar zo'n video per dag. Of om de zoveel dagen. Dan is dat toch al ja, voor mij heb ik dan echt al bereikt wat ik wilde doen. En het wordt nu alleen maar groter. En ja, dat is gewoon heel vet. En ja, dat is eigenlijk mijn YouTube verhaal. En dat is ook waar ik in de toekomst heen wil. Het feit dat jullie mij steunen door bijvoorbeeld een like te geven. Dat helpt mij weer om meer mensen te helpen. En eigenlijk versterkt het elkaar alleen maar, zeg maar. Jullie helpen mij en ik help jullie. En dat wordt gewoon steeds groter. Dus dat is gewoon heel cool. En ik kan ook niet wachten om naar de Dutch YouTube Gathering te gaan. Om daar ja, gewoon echt mensen te kunnen ontmoeten die het kijken. En net zoals op Omegle, alleen dan in real life. Dus dat was hem eigenlijk wel. Holy fuck, we zitten op 25 minuten. Ik ben echt aan het doorlullen, want ik moest al een tijdje geleden eten. In ieder geval, dat was het dus. En dat is ook mijn punt om dus mee af te sluiten. En wat ik ook wel belangrijk vind om aan jullie eventueel door te geven. Fouten die ik heb gemaakt. Het feit dat ik ja, sinds 2007 al iets wilde doen en het gewoon nooit heb gedaan. Ik ga trouwens gewoon doorhakken hier. Maar dat ik dat sinds ja, zo lange tijd al niet heb gedaan. En dat het me altijd heeft tegengehouden. En dat ik het nooit gewoon heb gedaan. Dat is iets wat ik je wel wil meegeven aan het einde van deze video. Als je na 25 of 26 minuten nog steeds kijkt. Is dat als je iets wilt, ga er dan gewoon voor. En het klinkt heel cliché. En het is van, oh ja. Ten eerste, heel veel mensen zullen zeggen van, ja, maar je hebt nog helemaal niets bereikt. Want je bent maar, weet ik veel, 23k subs of zo. Nee, dat klopt, maar ik heb wel iets bereikt als in de sens dat ik doe wat ik leuk vind. En dat is ook voor mij het punt wat ik wil bereiken. Dat ik gewoon elke dag opsta, dat ik denk van, nice, ik heb echt zin om een video te maken of, ja, om... Oh shit, ik hoor shit. What the heck? Ik hoorde echt iets heel raars. Ik weet niet wat dat geluid was en of jullie het hoorden, maar dat was echt heel apart. Maar daarmee gaan we dus afsluiten. Gewoon doe wat je leuk vindt. Laat je niet door dingen tegenhouden zoals, oh ja, ik moet wachten tot ik een betere computer heb, dan kan ik opnemen. Nee, ik had ook een kutcomputer. Ja, mijn internet is te sloom. Bro, slomer dan mijn internet had het niet kunnen zijn. Gewoon ervoor gaan, doe wat je leuk vindt. En het hoeft niet eens met YouTube te zijn. Het kan ook met andere dingen zijn, je studie. Daar raad ik je ook heel erg aan om gewoon iets te doen waar je echt een passie voor hebt. En daar zou je later ook, zou je dat beseffen, als je dat nu nog niet hebt, dat dat heel belangrijk is om te doen. Dat was hem, ongeveer een half uur later. Excuses voor de lange video. En als je nog kijkt, dan wil ik dus echt jou heel erg bedanken. Waarschijnlijk kijk je dan vaker en vind je het leuk. En dat is gewoon fijn dat ik dat kan doen voor jou. En waarschijnlijk ben je ook dan zo'n persoon die mij dan steunt door, weet ik veel, gewoon te laten weten dat je het leuk vindt. Want dat is voor mij al genoeg. Dus ik kan het hierbij. Een hele fijne avond allemaal, want ik ga het straks gewoon lekker uploaden. Het is vandaag zondag, voor jullie ook nog. Morgen school. Succes met school. Hang in there, guys. Komt helemaal goed. En dan zie ik jullie bij de volgende episode. Ciao, mensen.